Mam, dit is echt het heftigste wat ik ga doen bij je. Nu even de politie bellen. Wat dom ding. Ik heb het gevoel dat ik stapel voor de gek gehouden. Ja, daar zijn we weer. 2 dagen geleden reed ik met mijn moeder nog helemaal naar Duitsland voor een klein geintje. En vandaag ga ik weer toeslaan. Jawel, geen genade. Dit is Viva la Mam! Viva la Mam wordt mede mogelijk gemaakt door AirUp. Ik zit er klaar voor, want deze aflevering doen we er nog een schepje bovenop. Ik ga mijn moeder weer in de maling nemen, maar wel met de ergste prank die ik ooit in mijn leven ga doen bij haar. Even voor jullie. Ik wil heel graag dat we vandaag mijn moeder laten geloven dat er een stoffelijk overschot in haar woning ligt begraven. Maar voordat we verder gaan met deze prank wil ik eerst even weten hoe haar planning eruit ziet, hoe laat ze thuis is. En daar heb ik haar secretaresse voor nodig. Lekker, Gilleke. Geniet jij maar van je ijskoffiegeurtje van AirUp. Met Sandra. Hey Sandra. Sorry, ja, je zit een beetje in het complot. Is zij vandaag thuis en tot hoe laat is zij aan het werk? Ze zaten in een heidorg. En volgens mij zitten ze rondom een afsluiting. Oh, oké. Okay. Dus is thuis? Oké, ze is dus nu al thuis. Ja. Dan kunnen wij verder. Oké, dankjewel Sandra. Doei, doei. Jochem, heb je er vertrouwen in of zeg je van nee? Weet ik oprecht niet. Helemaal slimme vrouwen. Ja, krijg je slim kinderen van. Ja, maar ze zeggen ook heel vaak de inhalatie mislukt. Dus hey, hou je smoel, man. Okay. Giel's moeder, Annemieke, is dus thuis. Wat betekent dat de prank bijna kan beginnen. En om de grap geloofwaardiger te maken, heeft Giel niemand minder dan Thijs Zeeman geregeld. Nou, daar zul je mee hebben hoor. Thijs Zeeman, misdaadjournalist. Ik heb jou al een paar weken geleden gesproken over deze prank. Ja. Want ik wil heel graag mijn moeder laten geloven dat er een stoffelijk overschot in haar huis begraven ligt. Oké, wacht even. Laat mij het idee even toelichten. Annemieke heeft laatst een aanbouw laten doen aan haar huis. Die aannemer die dit heeft gedaan, maken we voor dit verhaal een boefje. We gaan Giel zijn moeder wijsmaken dat die aannemer resten van een lijk heeft weggemoffeld in dat nieuwe beton. En om deze prank geloofwaardig te maken, hebben wij misdaadjournalist Zeeman opgetrommeld om ons te helpen. Onze journalist Thijs gaat doen alsof hij een documentaire maakt over dit verhaal. En mocht zij het dan nog steeds niet van hem aannemen, om de hoek staat het team van de dienst speciale interventies klaar. Maar voor mij zijn daar gewoon Wouten. En die Wouten staan klaar om de nieuwe aanbouw open te breken en het stoffelijk overschot eruit te halen. Ja, ik heb er natuurlijk best wel lang over nagedacht. Van hoe kunnen we dit zo geloofwaardig mogelijk maken? Hoe kun je een totaal ongeloofwaardig verhaal zo geloofwaardig mogelijk maken? Ik denk vooral dat we haar het idee moeten geven dat ze hier al lang van op de hoogte is. Ja, precies. Zullen we dit het hele scenario even gaan doorbespreken met alle agenten? Ja, dat is goed. En als dat helemaal klopt, dan is het jouw moment. Deze moet je even fixen voor mij. Het plan is als volgt. Thijs die belt gewoon aan bij mijn moeder. En Thijs maakt een docu over die aannemer. Ja, daar ben jij al maanden onderzoek naar aan het doen. We zijn bezig om de huiszoeking straks te filmen. Jij laat ook het bevel zien wat mijn moeder heeft gekregen vanuit de DSI. Ik vraag haar of het oké is of we alvast wat shots maken, omdat daar straks natuurlijk een onderzoek plaatsvindt. Maar ik vroeg me af of we nu al wat shots mogen maken van het huis. Dit gaat gewoon heel spannend worden. Ja, het is, ik ga in de regiebus zitten. Ik zit wel in jullie oortje, ik zit in jouw oortje. Thijs heeft zijn verhaal helemaal in zijn kop. It's all in your hands, Thijs. No. It's all in your hands. Wat gaat voor mij het beste moment zijn om excuses te maken? Is dat echt over een week? Zodra ze weten dat het een grapje is, dan kun je wel sorry zeggen. Okay. Jongens, we komen bij het huis. Je moet even doorrijden, Jons. Dat weet je, hè? Dus niet voor het huis stoppen, maar daarbij... Dit huis is aan de linkerkant, hè? Dit huis hier. Dit huis is hier. Shit. Succes, man. Oké, basie. Jongens! Oké. Goed, ik ga me dus nu alvast omkleden. Wat een dom idee. Wat een fucking dom idee. Alles is hier geprept. Ik kan meekijken met het gesprek dat Thijs Zeeman zo meteen gaat voeren met mijn moeder. Ik geef de cue wanneer politie erin kan komen. Ik geef de cue wanneer forensisch onderzoek erin kan komen. Ik geef een cue wanneer de honden kunnen komen. En ik ga met de honden mee. Goed, als dit allemaal gaat lukken. Dit is zo spannend. Weken voorbereiding. Kunnen we? Iedereen praat? Giel heeft dus via een porto contact met Thijs en de hoofdagent. Zo kan hij vanaf een afstand de controle houden over de grap. Tijd voor actie. Giel voor Thijs, it's your fucking call. Ja, let's go. Oké, let's go.
Succes, Thijs. Mam, dit is echt het heftigste wat ik ga doen bij je. Oké, we gaan er. Hallo. Hallo. Wij komen alvast filmen. Maar ik vroeg me af of we nu al wat shots mogen maken van het huis. We komen filmen. Van de politieactie? U bent erover gebeld? Nee. U bent er niet over gebeld? Ik ben er niet over gebeld. Ik weet niet waar het over gaat. Oké, verrassend. Nou, ik ben Thijs Zeeman. Ik word gek gehouden, hè? Ik ben bang van niet. Okay. Wij zijn aan het filmen. Straks komt de politie. Ja. Ik ben een documentaire aan het maken. Ja. We zijn bezig om de huiszoeking straks te filmen. Heb je deze brief niet gekregen? Nee. Ik weet echt niet waar het over gaat. Mama zit wel te lachen. Jullie donderen. U heeft een verbouwing laten doen? Ja. Doe meneer. Ja. Is u niks verteld over meneer? Je zit me toch niet in een maling te nemen, hè? Kijk. Ik vind het gewoon zo raar. Wat is het met meneer? Nou, vertel het maar. Ja. Meneer heeft een verbouwing gedaan bij verschillende huizen in Nederland. Ik ben afgelopen week in Twente geweest en de week daarvoor zijn we ergens in Friesland geweest. Ja. Punt alleen is dat hij verdacht wordt van een zaak. Hij is bezig met verbouwingen, maar eigenlijk is hij bezig om huizen te gebruiken om daar dingen te verstoppen, om dingen weg te brengen. Wat ze daar gevonden hebben was niet mis. Het is heel serieus, Thijsje doet dit fucking goed. Er komt hier straks politie om bij u te gaan kijken. En ik ben eigenlijk alleen maar een documentaire maken om dat te filmen. Maar ik ga nog niet misschien mijn deur openzetten. Als de politie zelf niet gesproken. Oké, maar de politie komt er zo aan, dus dat scheelt. Maar zou je het mag ik alvast, want mijn camera team zit? Nee. Maar dat is ook een beetje boos. Ik zou als politie zijn er nu zo meteen gaan intrekken. Tijd om wat olie op het vuur te gooien en de agenten in te zetten. Eens kijken of Annemieke zich staande kan houden in deze hectische situatie. Ze zitten me echt super voor de gek te houden. Dag mevrouw. Nee, ik laat jullie ook. Goeiedag meneer Zeeman. Laat jullie even binnen. Even naar deze. Ik ga nu even de politie bellen. Kut, ze gaat de politie bellen. Mevrouw, ik wil u best uitleggen wat we gaan doen. Oh, mama vindt dit helemaal niet leuk. Oh, dit gaat helemaal fout. Oh, maar gaat dit goed komen, Jef? Ja. Ik heb voor de politie gebeld. Ze hebben aantekeningen gemaakt. De productie van Stuk heeft dus van tevoren de echte politie gebeld om te voorkomen dat deze grap in het water valt. Gelukkig maar. Al is het natuurlijk wel vervelend voor Annemieke. Hier een viertal agenten staan met een journalist. En ik wil ze niet binnenlaten. Dit gaat helemaal fout. Dus ik wil dat u eerst checkt of dat dit allemaal klopt. Er staan hier mensen allemaal aan de deur met grote stellages en weet ik wat allemaal. En ik weet van niets. Ik heb het gevoel dat ik stapel voor de gek hou. Mevrouw, u mag ze mijn naam geven. Ja, dat geeft niks om. Ik wil het nu controleren bij een ander. Ja, ja. Ik zet hem op de speaker. Ja, doe maar. Hallo. Hi, met de landelijke eenheid. Ah. Hey, wij staan bij mevrouw voor de deur met de machtiging tot binnentreden. Ja, ik wil het niet gaan forceren, maar wij gaan een sporenonderzoek in de woning verrichten. Forensische opsporing is er ook bij. Wij moeten een onderzoek in de woning gaan doen. Als je wil, kan je in de bereikbaarheidsgids mijn naam even opzoeken en dan mag je mij bellen. Dan kan ik jou de... Ja, bekende naam. Ja, precies. Dat dacht ik ook. Die mensen hebben ook gewoon een legitimatiepas bij, hè? Ja, weet je, het ziet er zo belachelijk uit. En als ik van niets weet... Mijn moeder is echt over de zaak. Holy shit, Jochem, wat heb ik gedaan? Dit gaat echt te ver. Dit gaat echt te fucking ver. Ik heb graag dat u de verbinding nu verbreekt. U heeft de bevestiging gehad en wij gaan ons onderzoek in de woning doen, mevrouw. Is het helder? Ja, maar u bent heel helder. Nou. U bent schandalig helder. Nou. Ik weet van niks. Doe de deur open, staan vier man. Ja. Ja, wat denkt u dat ik voel? U werd geschrokken, dat snap ik. Ik ben boos. Ja. Oh, jezus. Oeh, dat gaat echt uit aan. Laten we gewoon maar eerst even heel rustig in gesprek gaan. Ze moet even rustig worden, denk ik. Op Giel's verzoek gaat deze agent dus eerst in gesprek met de moeder van Giel. Ook al is het maar de vraag of het hem lukt haar een beetje te kalmeren. Mag ik het u nog uitleggen? Je mag het uitleggen. Vindt u het goed als deze meneer Zeeman, als die meeluistert of niet? Want... Nee, vind ik helemaal niet goed. Nou. U bent een journalist en maakt dat u weg bent. U heeft onlangs een aanbouw laten plaatsen door meneer... Ja, dat klopt. Meneer de is verdacht in een onderzoek. Dat onderzoek is op dit moment gaande in heel Nederland. Op een aantal plaatsen in Nederland gebeurt hetzelfde als wat nu hier gebeurt. U kunt er ook op de machtiging lezen. Hij wordt verdacht namelijk van het feit
dat er wellicht stukken, en niet schrikken, maar stukken stoffelijk overschot wellicht in funderingen heeft weggemoffeld. Terwijl deze oud-DSI-agent Annemieke rustig houdt, wordt er in de woning door de andere agenten een heel ander plan in werking gezet. Mijn collega's gaan naar kijken. Maar deze mannen doen niks anders dan mooie shotjes draaien, hoor. Alleen is dat bij Annemieke natuurlijk niet bekend. Als niks aantreft is het goed. Dan zijn we weg. Dan krijg ik van mij nog een verslag van binnentreden, waarin ik precies uitleg waarom wij binnengetreden zijn. Dan is dat allemaal goed. Oké. U mag uw zoon nu bellen. Oh my god. Ja, dit gaat. Hoe heftig? Hoe lang willen we doorgaan? Ik ga mijn zoon bellen. En blijf alsjeblieft een beetje rustig. Annemieke ziet het even niet meer zitten en wil graag hulp uit bekend terrein inschakelen. Dus besluit ze om een van haar zoons te bellen. Chris, waar ben jij? Wil je acuut naar mij komen? Maar ja, dat hadden we natuurlijk ook wel verwacht. En dus zit ook deze zoon in het complot. Ik heb echt het idee dat het straal voor de gek gehouden wordt. Jongens, ik wil graag jullie advies doorgaan. Of als ze echt heel erg boos is, dan moet ik gewoon inkomen. De vraag vanuit de regie is afbreken of niet. Dat is wel erg boos. Dat is de vraag vanuit de regie. Ik zou gewoon komen. Gewoon doorzetten? Ja. Ja. Nou, laat Kleus toch maar doorkomen. Laat ze maar doorkomen. Ja. Ja. Kom maar door. Hallo. Chris komt in. Chris komt in de kerk. Goeiedag. Hallo. Hey. Hi. Thijs. Ik ben Chris. Hey. Landelijke eenheid. Hi. Ja jongens, ik moet het gewoon gaan afspraken. Want kijk, dit is onmenselijk ook. Dus laten we gewoon erin gaan. Anders heb ik mijn relatie met mijn moeder verpest. Dat is het ook niet waar, toch? We hebben echt een hele heftige beelden al. Vind je niet? Ja, laten we gewoon... Ja, we lopen. We lopen erin. Ik heb 1 en 2 gebeld, omdat ik ze niet binnen wilde laten. Ja. En dan bevestigen ze dan, weet je... Die staan op afstand, die kunnen geen, die denken van naam. Ja, iedereen kan zich legitimeren overal nemen. Want ze is echt over de zijk. Ze is fucking boos. Ze is fucking boos. Of jullie zijn ontzettend goede acteurs. Mevrouw, ik zou willen dat ik acteur was. Want ontzettend dat... omschofbaar. Maar wat willen jullie nu doen dan? Collega's zijn een kort onderzoek daarachter aan het doen. U mag gerust een blik werpen. Jongens, we komen er nu in. Komen zo meteen naar buiten. Ja. En aan de hand daarvan gaan jullie verder spooronderzoek doen. Ja. Okay. Akkoord? Ja. We wachten even tot ze naar buiten komen met de bevindingen. En dan gaan we eens even verder kijken. Kom hier. Geen werd even. Dit is gewoon echt. Ja, maar kom even. De grootste rotstreek. Ja, dat weet ik. Dit is de grootste. Kom even staan. En nou vind ik hem. Ja. Niet. Dat weet ik. Leuk. Sorry, ik heb Thijs geen hand. Echt niet. Sorry. Echt op niet bij me. Sorry. Dit was iets te heftig. Ja. Maar ze kenden jou ook, dus je schrok ook gewoon heel erg. Ja, maar ik snapte wel wie jullie waren. Sorry voor de overlast. Ik ben ook maar gedwongen. Sorry. Ja, ik denk bij deze ben ik onterfd. Ja. Je was er al bang voor. Ja, ik heb het al wel gezegd. Ja, mijn geld is toch op, want ik heb verbouwd. Nou, ja. We hebben nog iets goed te maken. Ja, zeker. We hebben nog iets goed te maken. Ik heb een etentje ben ik verloren. Nou, weet ik niet. Iets heb je te doen. Oké, nou ja. Nou, Gielke, je weet wat je te doen staat. Even heel gauw een etentje regelen met je moeder. En laat in de comments weer weten of jij deze prank geslaagd vond. Goed, zoals je ziet, niet elke prank kan goed verlopen en kan worden gewaardeerd. Dus mama, hele grote liefde naar jou. Laat het vooral even weten. Allemaal een hartje naar mijn moeder. Ja, 9 van de 10 grapjes gaan goed. 1 grap gaat te ver, dus bij deze sorry. Maar wil je nou alvast wel de volgende aflevering vooruit krijgen, ga dan even naar onze StukTV app. En ben je daar dan toch, dan maak je ook nog kansen eens op een AirUp prijzenpakket. Ik heb nu helaas geen AirUp, maar shout-out naar AirUp. En we zien jullie gewoon weer volgende week met een nieuwe aflevering van Viva la Mam. Sorry, mam. Spijt me. Beetje.